Ja, nee, dat gaat dus nu niet met deze jurk. Heb jij een enorm feest aan vieren het? Ja, het was ontzettend leuk. We hebben een heel mooi jubileumconcert gehad. We? Wie zijn we? We, het hele Grachtenfestival volgens mij. Wat is hier vanavond gebeurd? Vanavond was het verjaardagsconcert van het Grachtenfestival. Ze bestaan 20 jaar. Wauw, 20 kaarsjes. Jij hebt al heel wat jaartjes hier meegedraaid. Ja, heel wat jaar. Ik weet niet eens hoeveel. Maar ik, ja, misschien al wel 10 jaar minstens, denk ik eigenlijk. Ja. Wanneer komt dat standbeeld? Ja, precies. Goeie vraag. Het is even afhebben. 20 jaar. Nou ja, ga jij al zo lang mee met het Grachtenfestival? Ik denk het niet, toch? 20 jaar. Vanaf 1998 doe ik al mee. Ja, het was te gek om te doen. Ja, het Grachtenfestival heeft mij al heel vroeg gespot en ja, al 20 jaar mag ik eigenlijk elk jaar spelen. Wat maakt het zo feestelijk? Nou, deze plek is heel leuk. We zitten hier in de Stad Schouwburg. Prachtige plek. En het repertoire, we hebben echt een feestprogramma verzameld. Wat zijn de meest gekke dingen die je dan hebt mogen doen? Ja, ratslagen denk ik gewoon. Nou, laat zien! Ja, nee, dat gaat dus nu niet met deze jurk. Ik heb in een productie meegedaan, De Vampier. En daar heb ik dus een echt hart. Toen was ik de Satan. En ik had niks te zingen. Ik had een soort van spreekrol. Maar ik moest dus met een hart, en dat was dus een koeienhart. Moest ik dus elke keer met dat hart, dat bloederige hart. Ja, dat was wel te gek. Ja, dat doe je gewoon niet in het dagelijks leven. Zaterdag heb ik nog een liedrecital in de Vondelkerk, waarvoor iedereen van harte is uitgenodigd. Dus allemaal komen. De afterparty van de party. De afterparty van de party, precies. Ja. En heb je nog een wens voor ze, zo op hun verjaardag? Ja, dat ze op zijn minst nog 20 jaar bij moeten. En dat ze door blijven gaan met wat ze aan het doen zijn. Nog heel, heel, heel veel jaren, heel veel talenten de kans bieden om vlieguren te maken. Want dat is ook wat het Grachtenfestival doet.